Dinsdagmiddag werd de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van de Blokkerspoort in Leeuwarden. In de B-vleugel van het complex komt de vestiging van de openbare bibliotheek die nu nog in het beursgebouw zit. De afgelopen maanden is er flink gesloopt en verdween zelfs een hele hap uit de vleugel. Nu alle bouwafval is opgeruimd, is de weg vrij om weer op te gaan bouwen. Meneer Van der Veen, vandaag een heugelijk moment, namelijk de eerste paal van de nieuwe bibliotheek die hier in de Blokkerspoort moet verrijzen. Ja, dat is inderdaad een heel heugelijk moment. Want een uniek moment, want er is geen, bij ons, zover wij weten, geen bibliotheek op deze wereld die gehuisvest is in een oude gevangenis. Een openbare bibliotheek althans. Het is ook een bijzondere klus lijkt mij om een bibliotheek te plaatsen in een cellenblok. Ja, dat is inderdaad een hele bijzondere klus. Er wordt op dit moment ook enorm gebouwvakt, zeg maar. Verbouwd om ervoor te zorgen dat die bibliotheek op 1 januari 2018 open kan. Want het zit op dit moment nog natuurlijk in het oude beursgebouw. Daar staan heel wat boeken volgens mij. Passen die hier allemaal in straks? Die zouden hier op zich wel inpassen. Dat gaat om 120.000 boeken die wij in de beurs hebben op dit moment. Maar we brengen de collectie wel terug om andere activiteiten hier beter uit te kunnen voeren. Dus we willen meer ruimte hebben voor andere dingen. Voor cursusruimte, podia, vergaderruimte. Dus het accent komt wat minder te liggen op de boekencollectie en komt wat meer te liggen op andere activiteiten van de bibliotheek. En daar hebben we ruimte voor nodig. Want dat is ook iets waar bibliotheken in mee moeten, zeg maar, in die tijd waar bijvoorbeeld mensen misschien minder lezen? Het is zo dat wij een collectie willen aanbieden die wel diep en breed is, zoals wij dat noemen. En die interessant is voor de inwoners van Leeuwarden en omstreken, of voor Friesland zelf, want die functie hebben wij ook. Er wordt inderdaad wat minder gelezen, maar we proberen het accent wat meer te gaan leggen op materiaal wat actueel is en wat veel gelezen wordt. Om ervoor te zorgen dat de mensen zoveel mogelijk aan het lezen blijven. We staan nu in een gedeelte van de Blokkerspoort waar een hele hap is uitgenomen. Wat komt hier precies? Nou, waar we nu staan, en dat is inderdaad, we staan op unieke grond. Hè? In 1498 was hier op deze plek al iets van een fundament voor de burcht. Hier komt de hoofdingang van de bibliotheek, het trappenhuis en de liftschachten naar de hoger gelegen etages. Dus dit wordt een heel nieuw gebouw waar we nu staan. Wat ook een stuk lichter dan we gewend zijn. Ja. Een bibliotheek heeft licht en ruimte nodig. Ja, en dat gaat hier gebeuren. Hè? Dus, ja. Wanneer is het klaar? 1 januari 2018. Dat is de datum dat het publiek hier naar binnen stapt.